Je zit op een stoel en iemand slaat met een hamertje even op je knie. Hup, omhoog. Nou ja, omhoog. Dat kan natuurlijk wel sneller. Kijk, plop en pop, een reflex. En hoe sneller gaat, ja, daar gaat het om. Glijdensnelheid in zenuwvezels. Nou, hier hebben we zo'n zenuwvezel, een axon. En hij gaat van links naar rechts met een bepaalde snelheid. En de snelheid is altijd in meters per seconde. En die snelheid heeft alles te maken met de spanning. Ja, die spanning die is niet constant. Nee, die daalt iedere keer. En als die spanning nou snel daalt, dan is het funest voor de snelheid. Dus die spanning die moet je eigenlijk zo constant mogelijk houden. Of hij moet ontzettend snel weer kunnen opladen. We zoomen nu in op een klein stukje axon. En we kijken weer naar de elektrische componenten die daarbij horen. En dat is in de vorige video besproken. En we kijken eerst eens naar de invloed van de weerstand van membraan, RM. Wat gebeurt er als RM groot is? Nou, hoe groter de weerstand, hoe groter de spanning. En een grote spanning betekent dus dat je ook langere tijd hoog zal blijven. En dat is gunstig. Nu de axiale weerstand, RA. Ja, wat heeft dat? Nou, natuurlijk nog steeds een grote RA betekent een grote spanning over die axiale weerstand. En wat heeft dat voor invloed? Nou, we kijken weer eventjes dat axon maar even wegdoen. En stel je voor, ik heb in het begin een spanning van 10 volt over mijn membraan staan. En de axiale weerstand, die heeft een weerstand over zich van 1 volt. Dat betekent dus dat ik 9 volt overhoud. En later 8 volt, etc. Als nou die spanning over de axiale weerstand niet 1 volt is, maar 2 volt, ja, dan heb ik maar 8 volt over. Oftewel, dan zal dus de membraanspanning sneller dalen. En dat is niet zo fijn. Goed, even weer verder. Ja, membraanweerstand, axiale weerstand. En we kijken even naar de spanning over de membraan als functie van de afstand. En deze kromme hier, dat blijkt een E-macht te zijn. Ja, een E, natuurlijk getal, en die is gelijk aan 2,718, is dus gewoon een getal. En U-max, dat is de spanning waar hij mee begint. En daar kun je ook wat inzien, want stel je voor, je vult voor x 0 in. Nou, dan krijg je dus e tot de macht 0. En e tot de macht 0, trouwens alles tot de macht 0, is gelijk aan precies 1. Oftewel, dan krijg je inderdaad keurig dat als x is 0, dat dan u membraan gelijk is aan u max. Dus klopt, prachtig. We kijken nu eventjes naar die lambda. Lambda, dat is de zogenaamde lengteconstante. Wat houdt lengteconstante in? Het is gewoon een afstand. En stel je voor, je vult voor x die lengteconstante in. Dan krijg je dus dat de spanning over membraan gelijk is aan u max maal e tot de macht min 1. En e is gewoon een getal, dus dat kun je gewoon invullen. En als je dat invult met de rekenmachine, dan blijkt eruit te komen 0,37 u max. En dat is iets kenmerkends voor de lengteconstante. De lengteconstante, dat is die afstand waarbij de membraanspanning met 63% is afgenomen. Ja, oftewel, er is nog 37% over. Lengteconstante is dus puur een afstand. En dat kun je ook in een grafiek zien. Want ga op 0,37 van uw max zitten en kijk de afstand. En die afstand, dat is dus dan de zogenaamde lengteconstante. Als je dan een grote membraanweerstand hebt, betekent dus dat UM langer hoog blijft. En dus zie je in de grafiek dat dat dan betekent dus dat je een grote lengteconstante hebt. En andersom, als die axiale weerstand groot is, ja, dan heb je dus een snelle daling. En dan heb je dus dat die lengteconstante juist kleiner is. Die lengteconstante is dus afhankelijk van de membraanweerstand en axiale weerstand. En dat blijkt ook uit de formule voor de lengteconstante. De lengteconstante is gelijk aan, nou hier staat hier, de wortel van de membraanweerstand. Let op, kleine letter R, dus we hebben het over 1 meter lengte axon. Kijk, vorige
video daarvoor gedeeld door de axiale weerstand, en ook hier weer kleinletter R, dus van 1 meter lengte axon. Eerst eventjes de RM, membraanweerstand, die kon je berekenen met deze formule. Ja, in de vorige video is dit ter sprake gekomen. Rho M is de soortelijke weerstand van het membraan zelf. DM is de dikte van het membraan. En RM, dat is de straal van het axon. Voor de axiale weerstand geldt deze. En je ziet het enige nieuw wat hierin zit is Rho A. En Rho A is de soortelijke weerstand van de vloeistof in het axon zelf. Ja, in de celvloeistof. Als ik dit invul in de uitdrukking voor de lengteconstante, dan krijg ik een redelijke complexe formule. Gelukkig kun je wel het een en ander wegstrepen, want boven en onderstreep staat een pi. Dus die kun je wegdoen. En boven onderstreep staat een rm. Ja, weliswaar onderstreep rm en boven een kwadraat, maar je kunt in ieder geval 1 boven wegstrepen en onder helemaal. Oftewel, dit is de lengteconstante, hoe je hem kunt berekenen. Nou, eventjes samenvattend. Hier staat hij. En we kijken nu naar de glijdensnelheid. Ja, als je een grote glijdensnelheid wilt hebben, dat is wel gunstig, dan heb je dus ook een grote lengteconstante nodig. En uit de formule blijkt dus dat je dat kunt bewerkstelligen door of die eerste drie ook groot te maken, of die laatste, de soortelijke weerstand van dezelfde vloeistof, zo klein mogelijk te maken. Goed, we gaan weer eentjes naar ons zenuwveelsel toe, het axon. En daar gaat hij weer. Ja, de snelheid gaat van links naar rechts. En het is natuurlijk gewoon afstand gedeelde tijd. Die afstand, die hebben we nu gehad. Hè? Daar de lengteconstant, als je daar de lengteconstant voor doet. Oftewel de afstand waarop de spanning met 63% is afgenomen. Dan zou het mooi weten natuurlijk dat dan de spanning in de tussentijd ook wel weer die 63% toeneemt, hè, om het een beetje in evenwicht te houden. En die tijd nodig om een membraanspanning weer omhoog te vijzelen, dat wordt de tijdsconstante genoemd, tau. En daar gaan we nu even verder naar kijken. Hè, die lengteconstante hebben we gehad, nu kijken we naar de tijdsconstante. Kijk even naar het membraan. Een membraan, hè, kun je opvatten als een schakeling met weerstanden en condensatoren. En voor die spanning gaat het natuurlijk vooral om die condensator. Hoe snel kun je zo'n condensator opladen? Dat is voor de tijdsconstante van belang. Kijk even naar de grafiek van de condensatorspanning, hoe die oplaadt. En we laten hem opladen vanaf 0 volt. En dan is dit de curve hoe je oplaadt. Ja, dan ga je van 0 tot de maximale waarde. En nu gaat het dus om van 63% van Umax, hoe lang doet hij daarover? En dat is dus dan de tijdsconstante. De tijdsconstante, het is dus de tijd, hier staat hij al, waarop die condensator voor 63% volledig opgeladen kan worden. En hoe sneller het gaat, hoe beter het is voor de geleidingssnelheid. Dus daar kijken we even naar van hoe kun je nou die tijdsconstante zo klein mogelijk houden. En dan kijken we even naar de spanning van de condensator. Hoe is die opgebouwd? Nou, het is weer een E-macht. En je ziet dus hier een E-macht. En nou kijken we even naar van wat gebeurt er als je hier 1 van maakt. Nou, eigenlijk min 1. Dan moet je dus voor T moet je invullen RM maal CM. Nou, want dan komt daar min 1 uit. Ja, dan komt hier min 1 uit. Oftewel, als je dat invult, dan krijg je dus dat de condensatorspanning gelijk is aan Umax maal. Nou, en die E is hier gewoon nog steeds een getal. Dus invullen in je rekenmachine. En je komt precies op 0,63 U uit. Dus dat hoort precies bij die tijdsconstante. Oftewel, de tijdsconstante die is blijkbaar gelijk aan RM maal CM. En wil je dus een zo klein mogelijke tijdsconstante hebben, dan moet je dus RM en CM ook zo klein mogelijk nemen om een zo groot mogelijke, hoog mogelijke geleidingssnelheid te hebben. Tijdsconstante, hier staat hij weer. En we kijken weer eens van, hey, hoe kunnen we dit even oplossen? RM eerst, ja, de membraanspanning. Daar staat de uitdrukking weer van een vorige video. CM, capaciteit van de condensator
van het membraan kun je hier zien. En dit vul ik weer even in. En gelukkig valt er weer het een en ander weg. Ja, bovenonder de diameter van het membraan. Bovenonder 2πr maal L. Oftewel, de tijdconstante is gelijk aan de zorgweerstand van het membraan maal die twee die elektrische constantes. En dat is, nou ik zeg het al, constantes. Oftewel, de tijdsconstante is alleen afhankelijk van de soortelijke weerstand van het membraan. En meer niet. Dat valt dus dik mee. Dus, wil je een hoge geleidingssnelheid hebben, dan moet je ervoor zorgen dat de lengteconstante groot is, of de tijdsconstante klein. Of ideaal allebei. De een groot en de ander klein. En dit was voor de lengteconstante. Dit is voor de tijdsconstante. Dus we kijken eventjes van, hey, hoe krijg je dit voor elkaar? En dan kijken we eerst eventjes naar de zorgweerstand van het membraan. Ja, die zit zowel bij de lengteconstante als bij de tijdsconstante. En je ziet dus, als je de zorgweerstand omhoog brengt, dat dan zowel de lengteconstante hoger wordt, gunstig, maar dan wordt de tijdsconstante ook groter, is minder gunstig. De zorgweerstand die zit bij de touw, bij de tijdsconstante, niet onder een wortelteken en bij de lengteconstante wel. Dat betekent dus dat de tijdsconstante een grotere vinger in de pap heeft. Oftewel, wil je de glijsnelheid groot hebben, dan zul je dus de zorgweerstand van het membraan klein moeten houden. Ja, en ja, dat wordt wel een beetje moeilijk. Want ja, kijk, dan moet je dus veel meer ionkanalen in het membraan hebben, want dan kan er makkelijker iets doorheen. Maar dat betekent dus ook dat je iedere keer weer die situatie moet herstellen. En daarvoor heb je natrium-kaliumpompen nodig. En ja, dat is een hele energie verslindende bezigheid. Dus dat is voor het lichaam niet zo plezierig. We kijken eventjes verder. Wat kunnen we nog meer doen? Ah, kijk natuurlijk de zorgweerstand binnen in het axon zelf. Ja, en je ziet, als je die heel erg klein neemt, dan wordt de lambda heel erg groot. Ja, oftewel, als je die zorgweerstand zou kunnen verkleinen, dan ben je er ook. Maar ook hier is een beetje vervelend, want die celvloeistof die is wel aardig constant. Daar is het lichaam ook ontzettend goed in. Oftewel, dat wordt ook een beetje moeilijk. Verder, de diameter van, maar de dikte van het membraan. Hè? D, de dikte van het membraan. Die moet je dan groter maken. En dat zou dus een grotere dikte betekent een grotere lengteconstante. En het blijkt dat dat wel kan worden gedaan door organismen, namelijk door een vergroting van zogenaamde vetlagen bovenop. Ja, daardoor kun je wel een vergroting van 100 keer krijgen. Ja goed, het zit in wortel, dat betekent dat de glijdsnelheid, de lambda wordt 10 keer zo groot dan, en dus ook de glijdsnelheid 10 keer zo groot. En, tenslotte, kijken we naar de straal van het axon. En het blijkt, als je daarnaar kijkt, bij de mensen is die tussen de halve en de 20 micrometer. En daar zit dus ook een verschil in snelheid. En bij sommige diersoorten gaat die straal wel tot 200 micrometer. En betekent dus, dat betekent dat die behoorlijk vlot in snelheid is. En alweer hebben we hier de zenuwvezel. En ik heb hier twee dingen bij staan. Namelijk zo'n dingetje. Dat wordt de myeline schede genoemd. Ik hoop dat het goed uitspreekt trouwens. En belangrijk is dat die isolerend is. Dus hier kan niks in of uit. En zo makkelijk natuurlijk, want dat betekent dat de spanning ook mooi gelijk blijft. En dit stukje hier tussen, dat heet de knoop van Ranvier. En hier kan dus wel ionenuitwisseling plaatsvinden. En dat betekent dat de spanning, ja, die hopt er in feite zo overheen. Ja, want de spanning in zo'n myeline schede, ja, die blijft constant. Oftewel, alleen de knoop van Ranvier kun je een ionenuitwisseling hebben. En dit heet de zogenaamde saltorische geleiding. En dat gaat behoorlijk vlot, omdat je dus weinig spanningsverlies hebt tussendoor. Ja, en de snelheid komt dan wel tot een 120 meter per seconde. Je hebt ook
dat is wat minder mooi, axonen die niet gemyeliniseerd zijn. Oftewel, dan heb je overal die ionenuitwisseling. Betekent dus dat die stapjes, ja, ik heb ze nu nog wel getekend, maar eigenlijk is het continu dat er een ionenwisseling is. En continu zou je dus weer spanningverlies, opbouw, spanningverlies, opbouw, etc. etc. Oftewel, dit is behoorlijk intensief. En ja, de snelheid wordt dan ook niet groot. Hè. Het wordt altijd nou, steeds wel lager dan, hier staat al, 20 meter per seconde. Dus dat is niet zo fijntjes. Dat heeft natuurlijk niet te maken met één zenuwvezel. Kijk, hier heb je wel één zenuwvezel en oké, een signaal komt daar binnen op dendriet. Ja, hij gaat via de axon naar rechts toe en dan komt hij daar in de eindknopjes terecht. Maar dan moet hij natuurlijk signaal wel overgeven aan een nieuw zenuwvezel. En dat tussenstukje daar, ja, daar, dat wordt een synaps genoemd. En de synaps, uitvergroot, ziet het er ongeveer. Het eindknopje zitten belletjes en in die belletjes zitten neurotransmitters. Wat gebeurt er nou? Nou, er komt een signaal binnen en dat signaal die doet niks met die belletjes, maar het signaal die gaat, kijk, hier heb je een ionenkanaal en dat ionenkanaal dat gaat open vanwege dat elektrisch signaal er binnenkomt. En het ionenkanaal die laat calciumionen door. Dus calciumion denkt van, hey, de poren is open, dus laten we naar binnen toe gaan. En die stimuleren die belletjes om zich te bewegen naar de buitenkant. En dan versmelt het met de buitenkant en die neurotransmitters komen vrij. En die neurotransmitters die steken over en die zorgen ervoor dat daar ook weer ionkanalen open gaan. En die ionkanalen die laten natriumionen door. Dus die gaan de andere kant op en die zorgen ervoor dat daar weer een spanning ontstaat, waardoor er een signaal dus weer verder gaat. Oftewel, je krijgt signaaloverdracht in zo'n synaps. En de signaaloverdracht kan worden beïnvloed door diverse pilletjes en door alcohol. En daardoor krijg je dus inderdaad dat dat soort zaken invloed kunnen hebben op jouw gemoedstoestand, hè, op jouw evenwichtstoestand of wat dan ook. Zo, nou, wat nu weer denk je? Nou, geen nood, ja, want het is alweer voorbij. Tot ziens!